Renault Antwerpen. De auto's van stad. Met zo'n 1000 supporters verzamelen ze rond 6 uur op de Groenplaats. Het feit dat inderdaad ploegen van buiten Antwerpen naar hier willen komen, betekent dat iedereen een potentieel is. Het potentieel is aanwezig met Antwerpen, dus tracht daar inderdaad alle noden uit te plukken. De rood-witte fans zingen liedjes en leuzen. Te laten zien dat er maar één club in Antwerpen overblijft. Dat is Antwerpen. De stem nummer 1, de kleuren van de stad, de naam van de stad. Alles wat je nodig hebt voor een topploeg op te bouwen. Nu willen we alleen nog een beetje meer steun van de stad uit. En van andere bedrijfsleveren op Antwerpen. Momenteel zijn we de enigste profclub in Antwerpen. Het is toch de bedoeling dat iedereen zich achter Antwerpen schaart. En uiteraard, mensen aan Beerschot hebben ook hun rechten. Hè? Ik vind het heel spijtig voor de supporters natuurlijk. Ja. Wat is de boodschap aan Bart De Wever? Ja, om de zakenmensen moeten, de Antwerpse zakenmensen moeten altijd in een Antwerpse club investeren. Dat is de boodschap voor Bart De Wever. Van de Groenplaats gaat het via de Melkmarkt richting Grote Markt, waar de supporters zich luidkeels laten horen. De politie is massaal maar discreet aanwezig. De sfeer is uitgelaten, maar niet grimmig. Geen enkele actievoerder zal tijdens de gemeenteraad worden toegelaten in het stadhuis. Maar ze worden wel ontvangen door Antwerps burgemeester Bart De Wever, net voor de gemeenteraad begint. We zullen de komende tijd terug rond de tafel gaan. Dat hebben we ook afgesproken, denk ik. We zullen dat misschien met iets minder volk tegelijk doen als je terugkomt. We zullen de komende weken verder praten, hè, over de toekomst. Bon, we hebben een gemeenteraad. Ik heb het met de haven erbij.